De actie is bij het personeel van de Surinaamse waterleiding gaan door. De werknemersbond heeft vandaag na beraad besloten om een voorstel te doen aan de directie. De vorige week heeft de bemiddelingsraad voor geheel Suriname een bedrag van 15.000 SAD aangeboden als afkoopregeling voor het personeel. De vakorganisatie was het tot vanmiddag 2 uur niet eens met het bod. Bondsvoorzitter Dwayne Cairo vertelt wat de laatste ontwikkelingen zijn. Oké, dus tot op heden hebben we geen reactie gekregen. Wat de leden vanmorgen wel hebben besloten is om een ander voorstel te presenteren aan de directeur. En dat voorstel houdt namelijk in dat we het bedrag willen accepteren, maar onder een aantal voorwaarden. Het zijn, als ik het goed heb, een stuk of 5 voorwaarden. De eerste voorwaarde is bijvoorbeeld dat het in 5 termijnen wordt betaald, maximaal 5 termijnen. De eerste termijn verwachten we dan deze week. En zo zijn er ook nog 3 of 4 andere voorwaarden. Kunt u misschien daarop ingaan wat de andere voorwaarden zijn? Okay, ik heb aangegeven 5 termijnen, eerste betaling deze week. Zo hebben we ook opgenomen dat de onderhandelingen van het CAO van 2022 uiterlijk juli afgerond moeten zijn. En ook hebben we opgenomen dat bij de onderhandeling van 2020 meegenomen wordt minimaal op ons salaris SAD 2500. Dus dat wil zeggen dat we gaan onderhandelen vanaf die 2500 naar boven. Cairo zegt verder dat het nieuw voorstel van morgen is gestuurd naar de directeur, die de gelegenheid krijgt om zo snel als mogelijk te reageren. Er is geen ultimatum vastgesteld omdat het personeel het werk al heeft neergelegd. De situatie is sinds vorig jaar aan het borrelen. En we zijn december begonnen met de onderhandelingen. Op een gegeven moment is het vastgelopen. En we hebben toen als leden besloten van luister, we willen geen confrontatie. Dus we gaan naar de bemiddelingsraad. En vrijdag, jongstleden hebben van de bemiddelingsraad een oordeel gekregen. In eerste instantie hebben de leden vrijdag aangegeven van luister, het oordeel van de bemiddelingsraad willen we accepteren, maar het bod opgenomen daarin, het bedrag, is niet rendabel voor het afkopen van de CAO. Omdat de directeur en de bemiddelingsraad hebben aangegeven van luister, vanwege de situatie van de SWM, zou het raadzaam zijn om de CAO af te kopen. Dus die hebben het gezegd van luister, we gaan niet akkoord met het bedrag. We hebben de directeur tot vrijdag 00 uur gegeven om te reageren. Hij heeft niet gereageerd, dus de leden zijn dan per direct in actie gegaan. Onze redactie heeft getracht de directie te bereiken voor een reactie, hetgeen bij de samenstelling van ons journaal nog niet was gelukt.